En dat sprong over op zijn collega's, zeg maar. Ludo had een fantastische lach, een heel aanstekelijke lach. Hij was geen gangmaker, maar hij zat altijd op de eerste rij van degene die applaudisseerden en meelachten. Maar hij was zeker ook geen wallenbakker, hè? Dus Ludo zou je... Ik heb Ludo nooit dronken geweten. Nooit. Ludo was daar ook heel gematigd en voorzichtig in. Terwijl er in die ploeg van 82 toch een paar gasten zaten die het vooral plezant vonden om mee naar Spanje te gaan, omdat ze alle dag eens goed konden drinken. Ik denk dat Ludo ambitieuzer was dan sommige spelers. Ludo wou zich absoluut bewijzen op dat WK. En ik denk dat voor andere spelers al de voldoening was van de openingswedstrijd tegen Argentinië te winnen. Czerniatynski. Koek, ja, doe maar. Dat was zo'n typische wedstrijd waar er heel weinig kansen waren. Ook omdat we daar geen gaten vonden in die defensie. En dan, ja, er was er maar één die in feite het verschil kon maken, dat was Ludo. Met zijn afstandsschot. Dat is het verste doelpunt van het toernooi en dat is het mooiste wat ons kon overkomen. Uniek. De wereldbeker eindigt voor de Belgen in de tweede ronde. Maar Koek heeft zich in de kijker gespeeld. Als je goede wedstrijden speelt, dan lokt dat natuurlijk interesse van andere clubs uit. En dat is voor hem zeker het geval geweest natuurlijk. Ik denk dat hij zich daar zo'n beetje gedacht van gemaakt had, van ja, nu wil ik toch eens proberen om naar het buitenland te gaan. En ja, op dat moment deed natuurlijk ook allerhande sommende ronden wat men in het buitenland kon verdienen. Hetgeen ik in het buitenland kan verdienen, dat kan men gewoon in België niet verdienen, denk ik. Je hebt het niet over het buitenland in het algemeen, maar al over bepaalde richtingen? Ja, bepaalde richtingen, laten we zeggen, dat naar het zuiden is. Naar het noorden bijvoorbeeld niet, maar meer naar het zuiden toe. En we zullen wel kijken wat de toekomst brengt. Anderlecht laat Ludo Koek onder geen beding vertrekken. En de gedroomde transfer gaat niet door. Bij het begin van het nieuwe seizoen, met Paul van Imst als trainer, neemt Koek zijn ploeg meteen op sleeptouw. Ik herinner me nog de eerste wedstrijd dat ik trainer was. De ploeg draaide niet, speelde slecht en zo. En tegen Beerschot, ja, begin een beetje twijfelachtig die ploeg. En in één keer een bal in de voeten van Ludo, 30 meter, boom, de winkelaak in. En die ploeg was gelanceerd. Koek. Trainer. Koek. En 4-0. Ik denk, als je doorsnee ziet, Ludo Koek, een man was die 7-8 goal maakte per jaar. Wat heel veel is voor een verdedigende middenvelder. En dat maakte van hem misschien een van de beste in Europa op die plaats. Koek van op afstand, met de linker. Oh, wat een schot! Ludo Koek. Ja, hè? Wie kan dat behalve Ludo Koek? 1983 is een topjaar voor Koek. Met Anderlecht wint hij de UEFA Cup tegen Benfica Lissabon. In Portugal zit de tribune vol met scouts van Europese topclubs. Inter Milaan wint het pleit en haalt Ludo Koek naar Italië. Anderlecht met Constant van de Stok op kop heeft alles gedaan om Ludo te houden. Maar de financiële middelen van Anderlecht die toen... Die er toch waren, konden niet opwegen met hetgeen dat hem kon krijgen in Milaan. Interlegende en sportief directeur Sandro Mazzola stelt trots zijn nieuwe aanwinst voor aan de Italiaanse pers. Anderlecht ontvangt 36 miljoen Belgische frank. En Ludo Koek tekent een vorstelijk contract voor 2 seizoenen. Il fatto che già alla conferenza stampa lui si era preparato per poter parlare anche in italiano
È chiaro che questo fece una grande impressione, perché allora non erano molti calciatori che venivano in Italia e si comportavano in questo modo. Ti piace l'Italia o ti piacciono i soldi che il calcio italiano dà agli stranieri? No, mi piace l'Italia perché mi contratto in Belgio, sta benissimo, uguale, però mi piace in Italia il soldo, come ha visto i tifosi, che sono calorosi. Mi piace tutti in Italia, a mangiare con questo. In de zomer van 1983 trekt er nog een rode duivel naar Italië. Erik Gerets tekent bij stadsgenoot en aartsrivaal AC Milan. De Italianen zijn chauvinisten. Die moeten het gevoel hebben dat jij je wilt integreren in dat land, in hun maatschappij. Van het moment dat je dat doet, je probeert een beetje Italiaans te spreken, ook al verstaan ze jou niet, dan hebben zij de neiging om te denken, hij doet zijn best. En vanaf dat moment ben je een Italiaan. Sono un Italiano. In Italia gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente. Is het een mooie stad Milaan of is het een beetje te druk naar je zin? Tot nu toe bevalt het mij hier heel goed. Ik kan nu zeggen dat er punten zijn die mij tegenvallen. Het verkeer bijvoorbeeld, dat moet je aanpassen. In het begin word je daar zenuwachtig van misschien, maar tenslotte, het is zo, je kunt het toch niet te buiten. En nou, het bevalt mij wel goed. Ah, c'è troppo traffico per vedere le fighe adesso, eh? En dat betekent? Het is te veel verkeer om de mokkers te zingen. Era contagioso, il suo sorriso era contagioso perché poi aveva il vocione lui. Così faceva, aveva questa risata che contagiava tutti quando la faceva, quando rideva, quando c'era qualcosa per un motivo per sorridere. Questo è fantastico. Io zaten er was. Dan heeft hij met dikwijls gezegd, schitterend land, schitterende mentaliteit van de mensen, de gewone mensen. Hij was daar heel graag. Aan het begin van de jaren 80 zijn er maar 2 buitenlanders per ploeg toegelaten in de Italiaanse voetbalcompetitie. Bij Inter Milaan vormt Ludo Koek een duo met de West-Duitse international Hansi Müller. De druk op hun schouders is groot. Du wirst geholt im Ausland, da kommt ein Topstar, verdient gutes Geld, hat in seinem Land gut gespielt, auch in der Nationalmannschaft gut gespielt. Und es gibt nur 2 davon, nämlich in dem Fall Koek und Müller. Und jetzt müssen die einfach super sein. L'idea nostra era quella che lui diventasse il leader di questa squadra, perché secondo noi il suo era un calcio moderno, più moderno di quello che noi stavamo giocando, e avrebbe potuto trascinare gli altri su questa strada. Io mi ricordo le prime volte che lui ha messo il piede in campo a San Siro, la gente lo chiamava la luce, nel senso si accendeva la luce quando lui toccava il pallone, come distribuiva la palla, come calciava, come i suoi cambi di gioco. Maar de competitie begint dramatisch voor Inter. Als de ploeg na 4 speeldagen op de laatste plaats staat, is het crisis in Milaan. Il tifoso interista non sa aspettare tanto, per cui vuole vincere subito. Und da kann dann schon passieren, dass man schneller eben auf die Ausländer losgeht, weil das sind nur 2, und sagt, hey, was ist mit euch? Non andando bene la stagione, sia Ludo che Hansi furono coinvolti in tutto questo, ma soprattutto furono presi come vittime da sacrificare. È la strada più semplice. Ludo Koek is het kind van de rekening. En belandt op de bank voor de stadsderby tegen het AC Milan van Erik Gerets. Die wedstrijd wilde hij natuurlijk ook graag spelen. 2 Belgen, eentje bij de ene, eentje bij de andere club. Dan is het logisch dat je wil voetballen. En als je dan niet vanaf het begin mag meespelen, dan is dat natuurlijk pijnlijk. We hebben gewonnen 2-0. En het was een riesen euforie. Stadtderby zu gewinnen gegen großen Rivalen Milan und da draußen zu sitzen, ist schwer für einen Spieler.
Enkele dagen na de Milanese derby speelt Ludo Koek met de Rode Duivels tegen Zwitserland. Een zware takkel op zijn broze enkel heeft grote gevolgen. Koek moet in Italië een nieuwe operatie ondergaan. Dat was een aanslag bijna, enfin, letterlijk en figuurlijk achteraf, op zijn leven. Hij had mij mal na de operatie een glas gezeigt met flüssigkeit. En daar waren zo knorpelstukken drin. En hij had mij gezeigt, deze knorpelstukken die daar drin zijn, die zijn uit mijn gelenk entfernt worden. En daar had man natuurlijk gezien, ik ben erschrokken, weil ich habe gesagt, Mensch, das war alles in deinem Fußgelenk drin. Da hat man gewusst, was er für Probleme gehabt hat. Koek begint opnieuw aan een lange en zware revalidatie. Che difficile voler male a un ragazzo che vabbè dopo nell'anno ha sofferto molto. Ma sai cosa gli dicevo io a Ludo? Perché lui quando era infortunato si doveva allenare quasi sempre da solo. Ludo, come fai? Io lo faccio, cioè aveva questa forza mentale di voler recuperare dall'infortunio. Veel voetballers die naar het buitenland gaan, hebben een vrouw en een kind of twee bij en hebben 's avonds een nest om naartoe te gaan, hè. Ludo niet, hè. Ludo zat daar alleen, hè. En dus ondanks het feit dat hij snel de taal oppikte en ook wel goed lag bij de anderen vanwege zijn joviaal karakter, ja, was hij daar toch alleen, hoor. En hij was alleen daar. Op het einde van het seizoen is Ludo Koek weer klaar voor de dienst. Maar Inter heeft geen vertrouwen meer in zijn blessuregevoelige middenvelder. Voor het daaropvolgende seizoen wordt hij uitgeleend aan Ascoli, een bescheiden maar ambitieuze club uit de provincie. So ist es dann auch bei so einem großen Club wie Inter Mailand, dass der eiserne Besen kommt und dann wird gekehrt und dann bist du weg. Wenn Ludo keine Probleme gehabt hätte mit seinem Sprunggelenk, dann wäre er bei Inter Mailand absolut gesetzt gewesen und ein ganz wichtiger Spieler, keine Frage. Senza infortuni sarebbe stata tutta un'altra storia. Sicuramente, perché le qualità che aveva fatto vedere di avere erano qualità eccezionali. Ludo Koek non sarà certamente Maradona, ma l'accoglienza che gli hanno riservato gli sportivi ascolani è stata trionfale. Centinaia e centinaia di tifosi ieri pomeriggio hanno bloccato Corso Vittorio Emanuele di Ascoli, ove ha sede la società bianconera, per dare al belga il primo benvenuto in provincia. Quando Ludo è arrivato ad Ascoli c'era una folla incredibile, c'era un pubblico mai visto e tutti quanti volevano toccarlo, volevano il suo autografo, volevano un contatto fisico, sembrava il... quello che era venuto a insegnare calcio, era venuto a insegnare come si gioca a calcio, perché poi aveva anche queste qualità per poterlo fare, quindi c'era proprio accolto come un profeta. Dan heeft hij kennis gemaakt met de club ter plaatse en zo verder. Dat was meer meegevallen dan hij zelf durfde hopen. Koek begint met Ascoli aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar de pijn aan de enkel blijft opspelen. Aveva momenti, soprattutto quando non riusciva a finire gli allenamenti, c'era il problema del dolore che in quei casi si fa sentire. E quindi ha provato a seguire altre strade. Quando uno è disperato, che non sa più dove, come fare per riuscire a trovare la strada, prova un po' tutte le strade.